Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Expeditie Blokkiesom. En vandaag zijn we hier voor de halve finale. We hebben nog 3 kandidaten over. 2 keer Jeroen, 1 keer Laura. En vandaag gaan we dus een proef spelen die heel veel van de elementen zal testen die wij de afgelopen tijd hebben getraind tijdens de expeditie. Dus we gaan zo meteen eventjes de proef uitleggen en daarna wens ik jullie heel veel succes. En er gaan nog 2 door vandaag richting de finale. Vandaag staat onze halve finalisten een zware proef te wachten. Ze zullen zich moeten uitgraven uit het zandvak van hun parcours. Dan zo snel mogelijk het bootje te pakken uit hun kist en door te varen naar het platform midden op het water. Als ze eenmaal aan zijn gekomen op het platform, zullen zij daar een hengel vinden. En zodra ze dan 3 van dezelfde items hebben gevist, mogen zij weer terug naar het vasteland. Daar eenmaal aangekomen, kunnen ze doorlopen door het poortje. In de chest vinden ze dan een boog en arrows. Kunnen ze zo snel mogelijk hun doelwitten doodschieten. En dan doorlopen door het poortje en met trappetje naar boven gaan. Dan moeten ze een kort parcoursje afleggen om bij het laatste onderdeel aan te komen van deze halve finale. Ze zullen hier spullen vinden om de beruchte vuurproef te doen. Zoals je ziet moeten ze een heel lang stuk overbruggen. En hoe langer het duurt, hoe verder die balk gaat opschuiven waar ze mogen beginnen met het vuur. Ze beginnen helemaal hier, maar op een gegeven moment zullen ze hier mogen beginnen en uiteindelijk zal het heel dichtbij komen. En degene die als eerste minimaal de onderste 2 heeft weggebrand en hier kan komen staan, mag zich finalist noemen. De laatste zal helaas niet meegaan naar de finale van Expeditie Blokkiesom. 3, 2, 1 en we beginnen met de proef. Hoi, nou dat gaat makkie worden hoor. Nee, eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. Het is zijn moeder. Het wordt gewoon gezellig. Het is zijn moeder niet. Dit is het spannendste shot ooit. Oh god. Oh wat, is het nog meer? Oh my god, het is verhoogd. Ik dacht dat het was. Ik dacht zeg 2% twee blokjes of zo. Oh dat ja, was. Ik zie het ook. Au. Ah, wie gaat er dood? Ik niet. Ik kan niet uit. Yeah. Uit. Nou, hoe gaat het bij jullie? Gaat het een beetje lekker? Ja hoor. Bij mij gaat het helemaal kut. No. Gezellig man, gezellig dit. Dus ja, mijn boot is alsnog kapot. Oh, oh lekker dit. Oké. Vishengeltjes gaan visjes pakken. Jullie zijn veel te snel. Ja, weet je wat is? Je kan nog steeds makkelijk terugkomen met het vis. Dat is echt gewoon onbepaalde tijd. Ik ben opa. Ja. Kom op, visjes. Ga ervoor. Waarom krijg jij er nou heen? Wij staan ja, je moet als laatste staan. Hou jullie mond, alsjeblieft. Geen zorgen, ik heb 1 spring en 1 normale. Dus... Ik heb 2 explosive shots. Je moet echt zo'n MLG-montage van gemaakt worden. Het is slow motion als er een vis binnen wordt gehaald. Ja. Ja, echt wel. Gutrek, 360 no fish. Sukkel. Ik heb wel een vis gevangen. Wat? Oh nee, ik heb hem niet. Oh, rip. Ik viel in het water dus. Oké. Een vis is in het water gevallen. Sukkel. Hij ligt op de bodem. Hij ligt op de bodem. Ik ga hem halen dan. Ik ben hem aan het halen. Ja, maar dat is ook nog wel. Vissen. Ik heb er maar 2, Laura, hou op. Ik heb ook 2 dezelfde. 3 bedoel ik. Jup, ga maar verder. Laura speelt vals. Emiel, blijf jij bij de vissers? Oké, ik blijf bij de vissers. Ja, Jeroen, jij blijft bij de visjes. Visjes. Ik vind het niet leuk, dadelijk wind blauwe. Ja. Wat zit je nou allemaal te gierig te doen? Laat me gewoon mijn visje vangen. Zo zien dat ik nou alles vang, behalve die ene vis die ik nodig heb. Laura's plekje. Laura's stekkie. Daar zal vast nog naar je eigen plek, bitch. Nee, dit is vanaf nu mijn plek. Kom op man, ik heb echt nog vis nodig. Godverdomme. Kan ik nog spelen of zo? Ja, dat doe ik, daar ben ik pro in. Ja. Aha.
Wauw, ik heb nog geen paal gemist. Ja, gaan we verder. God. Dat is echt gewoon puur wie de eerste de goede vissen heeft. Ja, de quiz is gewoon geluk. Man. Ja. Nee! Kom op, vissen. Oh god, hoe moet je dit doen? Als je... Oh, oké. Okay. Dit wordt echt drama. Ik kan hier zo slecht leren. Oké, dit was van een fout. Wat? Oh god, je moet niet mijn dingen verliezen. Ja, echt leuk. Kom op, visjes. Ja, ik heb 3 dezelfde. Right. Even checken. Oké, ik heb verloren. Big TP weer aan de onderkant van de oceaan. Oh, ja, oké, je kan doorgaan. Ik haat dit zo. Doe je. Ik heb sorry, ik heb je boot gestolen. Nee, dat mag helemaal niet. Ja, als je zo dom bent om je boot in het water te laten staan, dan kan iemand anders hem meenemen. Nee, dit is vals spelen. Het is al vaker gebeurd. Heb je je boot laten staan? Oh my god. Ja, jongen, ik voel het in het water, hallo. En die van mij is kapot. Nee, ik kan nog steeds mee. Kans uit 2, kom op, ik wil nog een vis. Je noemt het gewoon fout, maar goed, kan ik lachen. Kom op, nou. Dit gaat nog best leven. Makkelijk, die villages doodschieten. Ja, dat is best wel makkelijk. Ja, die villages is niet zo heel lastig. God. Behalve als je hier rijdt. Sommige pijlen lijken alsof ze gewoon verdwijnen. Dan gaan ze recht op af en dan zijn ze in één keer weg. Er zitten 2 tegen het hek. De laatste? Oké, dan mag gewoon. Je kunt doorgaan. Ik heb verloren. En hoe is het met Jeroen? Heb je al iets gevangen? Ik heb nog steeds geen vis. Oh, rip opa. Je hoeft pas vanaf de lijn te gaan, hè? Oh! Oh ja. Daar gaat mijn hout. Dit, kan je nog op die ladder? Dingen springen? Nee, daar kan je niet op, oké. Waarom alles komt er niks meer? Die vissen zijn dood of zo. Hoe kan je terug op dat ding komen? Hier, door dat hekje heen, Jeroen. Kijk, er zit... Daar, ja, oké. Dank je. Graag gedaan. Het is gewoon vals, ik weet het zeker. Hij is gewoon vissen in een vissenkom gepropt. Ik denk het ook, ja. Waarom zijn die hitboxes zo klein van die stomme hekjes? Ga tonijn drinken of zo? Ja, dat zal ik doen. En hoe is het met Jeroen? Al iets gevangen? Ja, best wel wauw. Andere Jeroen? Ja! Best wel. Ja, yep, oké, je kunt doorgaan. Veel plezier met zwemmen. Kut, Jeroen. Je bent zelf gaan een kut. Gaan we wel van genieten. Jezus. Ik ben echt slecht in dit stomme ding. Nou, mooi zo. Laura, ben je er al? Inhalen. Nee, zijn we bijna. Niet. We zijn er bijna. Dat. Nee. Maar nog niet helemaal.
is zo kut, hè, dat het dom. Oh, mijn ding is op. Je wat? Wat voor je? Mijn vuurlaarsteker ding. Liggen er genoeg in de chest, echt waar? Oh ja. Nee. Liggen hier gewoon twee achter je? Je cheat die dingen in. Auw, auw, ik ben in het vuur gevallen. Auw. I don't even care. Ik moet het vuur doorkrijgen. Ja, kom op man. Het laatste blokje. Het laatste blokje. Oh, kadavers close. Close, ik sta al wel voorbij, maar dat maakt niet uit. Ik moet even terug. Moeten er twee gefinished zijn? Ja, twee gefinished, dan is het voorbij. Dat gaat nog lang duren. Nee, nou is mijn vuur bijna uit. Vuur, blijf aan. Goed zo, goed zo, goed zo, aanblijven. Mijn vuur is weer uit. Nee, ik vind 6. Kom op, kom op. Wacht, zij. Ja, mijn laatste blok staat in de fik. Ja, één. Ik word eigenlijk tot vals. Nee, nee. Branden. Pas op, spelen. Kom op, brandweg. Kom op, wegbranden. Ja, er zijn er twee weg. Ja, je moet... Ik ben er. Je moet de onderste twee, hè. Je moet vanaf het grond er doorheen kunnen lopen. Oh. Anders kan je er gewoon een trappetje overheen bouwen. Dat zijn er niet bij. Jawel, je moest de onderste twee er doorlopen. Mijn bovenste is een fik. Dat had ik net gevraagd. Toen kreeg je antwoord. Dacht van oké. Maar oké, even wachten. Dat die is afgefikt. Ondertussen dan bouw ik even nog iets omheen dat hij wat langer aanblijft. Oh my god. Heb je boom ook in de fik? Ben ik de enige met een boom? Nee, mijn boom gaat helemaal weg. Auw. Het boutje blijft gewoon eeuwig branden. Ja, of niet? Het duurt echt veel te lang. De wolk gaat nog sneller in de fik. Ik ga deze nog iets lager. Ja, nou is hij wel weg. Oké, Kodaaf is gefinished. Kodaaf is eerste. Kodaaf gaat als eerste naar de finale. Wie had dat nou verwacht? Woe! Ik niet. Ik had het eerst verwacht dat ik zo willen redden, überhaupt. Over een paar minuutjes gaat de streep weer wat naar voren, want dan zijn jullie alweer heel lang bezig met dit. Ik zet mijn geld in. Jij moet zo zeuren hier, ga doen het zelf als het kan. Nou, ik doe dit altijd in mijn eentje. Ja, ik zet mijn geld in op blauw. I like that. Ik bedoel, het heet niet voor niets Expeditie Jurgens. Oh, wacht. Jurgensson. Nee, dat is niet te ver. Oh, sorry. Oh. Is dat vals? Ja. Nee, ik... Dat zag ik. Ja, dat blauw, je kan het. Bastard. Hij gaat nu toch uit de slag. Bob. Ben jij maar Bob. Kom op, Laura, je kan het. Ik geloof in jou. Kom op, je kan toch wel van de server nog winnen. Maar ja, boven is opgefikt. De streep is weer naar voren. Als je het nou nog niet haalt, dan snap ik het ook niet meer. 1, 2, 3, 4 blokjes moet je maar branden. Oké, ik sta in de fik. Jeroen blijft wel eventjes op het achterste deel. Zij... Ja, maar ik viel eraf. Ik kan aanraden. Ik heb het tegen de andere Jeroen. Maken van vol. Wat? Moet dat je wel op het achterste deel blijft en niet bij anderen door hun ding gaat lopen. Nee, oh, sorry. Want als ze dan willen bouwen... Ja, op je eigen strip wel, maar niet bij de anderen. Want als ze dan willen bouwen, kan jij in de weg staan. Oh ja, is goed. Oh ja, oh, Laura is close. Nu het vuur nog wel aanhouden. Ja. Ik kan, ja, laat maar. Ik ga niks zeggen. Oh, wow. Oh, eigen kracht. Come on. Ah, het vuur is close. Ja, het is heel close. Je, de boomstam staat al een deel je in de fik. Staat in de fik, Laura. Op twee stukjes, de bovenste en de middelste, en ons zit vuur tegenaan. Je hebt hier een kans, meid. Je hebt hier een kans. Er mag geen kans. Let's go, is een fuck. Heel zielig in de fik. Iedereen gaat helemaal dood hier. Ah, spannend. Voor mij gaat alleen Laura dood. Ja, ik ben ook 10 keer dood gegaan, man. Oké. Gaat lekker, Laura. Oh, en je boomstam is uitgegaan. Oh, kut, sorry. Het gebeurt wanneer je er een blokje onder plaatst, dan verplaatst het vuur. Ah. Oh. God! Dat is irritant. Waarom gaat Jeroen niet dood? Omdat hij uit het vuur blijft. Ja. Jeroen heeft ook al eentje weg. Oh, Jeroen heeft hem open! En Jeroen is door! Oh, mijn god! Ik heb mijn geld verkeerd ingezet, dat is kut. Ja, hey, hier is het geld, jongen.
Ik kom het even incasseren. Wacht, ik heb het al. Shit. We blijven check. Check. Dus dat betekent dat de allebei de Jeroenen doorgaan naar de finale. En dat het voor Laura helaas hier ophoudt. En dan zien we dat dus volgende keer weer verder bij Expeditie Blokkison. En zo komt er een einde aan de halve finale van Expeditie Blokkison. We kennen nu twee van onze finalisten, Jeroen en Jeroen. Maar wat zij niet weten is dat er nog een deelnemer gaat meedoen aan de finale. Dat is namelijk een van de afvallers die is weggestemd uit de expeditie. Die zichzelf kan bewijzen door alle afvalduels te winnen. Wie dat is geworden, zie je volgende keer in Expeditie Blokkison.